samen sterk in stichtse vecht. In 2017 besliste de gemeenteraad van Stichtse Vecht dat wij een eigen kinderburgemeester moesten hebben. En dus zijn we op zoek gegaan onder leerlingen van groep 7 in de hele gemeente. Dat leverde uiteindelijk een flink aantal kandidaten op. En na een selectie door de vertrouwenscommissie bleven er 3 kandidaten over. Die kandidaten zijn met elkaar campagne gaan voeren en daarna is er een digitale verkiezing geweest. Meike Moons kwam eruit als de kandidaat met de meeste stemmen. Ik las in de krant dat de gemeente zocht naar een kinderburgemeester. En toen moest ik daar even over nadenken, maar ik wist eigenlijk al vrij snel dat ik dat graag wilde doen. En ik wist ook al heel snel wat ik dan wilde bereiken. Namelijk mijn 4 S'en. Gezond snoepen, veilige scholen zonder pesten, sporten en buitenspelen voor alle kinderen. En mijn slogan was samen sterk in Stichtse Vecht, omdat ik het belangrijk vind dat besluiten voor kinderen met kinderen worden genomen. Vanaf deze plek roep ik u hier op de komende 4 jaar invulling aan te geven. Inwoners van alle kernen en alle politieke partijen, u als bestuurders en alle ambtenaren van onze gemeente, volwassenen en kinderen, samen sterk in Stichtse Vecht. En zo had ik er opeens een collega burgemeester bij in deze gemeente. En ik had eigenlijk vanaf het begin wel het gevoel dat het goed zou komen met Meike. Het enthousiasme waar zij mee begon werkte aanstekelijk. En het afgelopen jaar hebben we ook gezien dat dat het geval is geweest. Nou, ik heb heel veel gedaan. Ik heb Maarten van Uys geopend, de winnende wensen van de wensboom bekendgemaakt. Ik heb Sinterklaas ontvangen in Stichtse Vecht. Ik heb het Pakjespaleis in Biezelspoor geopend. Ik ben meegeweest naar dodenherdenking in Vreeland. En ik heb nog heel veel meer gedaan. En het meest bijgebleven is toch wel de eerste keer de raad toespreken en de installatie, want er waren heel veel mensen en dat maakte heel veel indruk op mij. Naast representatieve taken vonden we het belangrijk dat de kinderburgemeester ook inhoudelijke dingen ging doen. Dus niet alleen lintjes knippen, maar ook kijken wat is belangrijk voor jonge mensen. En dat heeft Meike van het begin af aan eigenlijk heel erg goed opgepakt. Ze ging in gesprek met wethouders, ze ging in gesprek met de gemeenteraad en zelfs rondom de verkiezingen ging ze de discussie aan met de politieke partijen. Om elke keer uit te leggen wat is belangrijk voor jonge mensen in deze gemeente. Dat heeft Meike wat mij betreft op een uitstekende manier gedaan. Goedenavond allemaal, mijn naam is Meike Moons en ik vind dat besluiten voor kinderen met kinderen genomen moeten worden. Daarom is mijn stelling, in raads- en collegevoorstellen over onderwerpen die van belang zijn voor kinderen, moet in een aparte paragraaf beschreven worden hoe hun inspraak georganiseerd is. Nou, ik ben bijvoorbeeld met burgemeester Witteman in gesprek geweest over de dingen die ik belangrijk vind en hoe ik dat zou kunnen bereiken. Maar ook met wethouders van Vossen en Koops in gesprek geweest over de dingen die ik belangrijk vind voor kinderen. Ik heb een stelling geleverd bij het grote verkiezingsdebat en ik heb een brief gestuurd aan alle politieke partijen hoe zij alle dingen die ik belangrijk vind misschien in hun verkiezingsprogramma kunnen verwerken. Meike is iemand die heel goed weet wat voor jonge mensen in de gemeente Stichtse Vecht van belang is. En die boodschap die zal ze ook elke keer en overal op dezelfde manier uitdragen. En daarmee heeft ze ook echt in deze gemeente het verschil gemaakt het afgelopen jaar. Nou, mijn boodschap aan mijn opvolger zou zijn heel veel plezier vooral. En ga voor de punten die jij denkt dat belangrijk zijn voor kinderen. Als ik terugkijk op het afgelopen jaar met de eerste kinderburgemeester van Stichtse Vecht, dan denk ik dat ik Meike een compliment moet maken. Zij is erin geslaagd om ervoor te zorgen dat zowel inwoners als politici die kinderburgemeester hebben omarmd. Ze heeft elke keer volgehouden met de dingen die zij belangrijk vond voor jonge mensen in deze gemeente. En ik wens vanaf deze plaats haar opvolger alvast veel succes om datzelfde te doen. En ik bedank natuurlijk Meike Moons voor dat prachtige jaar wat we samen als burgemeesters hebben gehad. Ik vind het aan de ene kant heel jammer dat ik het erop zit. En aan de andere kant, ik gun iemand anders het ook heel erg. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie tijd en de goede samenwerking. En onthoud, ook al ben ik geen kinderburgemeester meer, we staan nog steeds samen sterk in Stichtse Vecht. Samen sterk in Stichtse Vecht.